BR6, al 26 jaar actief. Een lokale omroep met lokale medewerkers die geworteld zijn in de samenleving. Dit betekent dat we weten wat er speelt in deze gemeente. We zijn geïnteresseerd in mensen en hun bezigheden. We besteden veel aandacht aan de prestaties van onze sportverenigingen. We brengen raads- en commissievergaderingen in de huiskamers, maar ook kerkdiensten. BR6 staat voor Verbinding in de Gemeenschap van Bodegraven-Reewijk. We zijn actief op social media, kabelkrant, televisie en radio, zodat we alle doelgroepen bereiken, zowel jong als oud. BR6 maakt reportages van belangrijke evenementen in alle 6 kernen van de gemeente Bodegraven-Reewijk. We maken gevarieerde programma's, zonder oordeel, maar wel met oog voor alle ontwikkelingen in de lokale samenleving. We zijn er voor iedereen. In de aanloop van de verkiezingen zoeken we de samenwerking met andere lokale media. Mijn naam is Ellie de Knikker. Namens Kijken Bodegraven-Reewijk maken wij een special die we voorafgaand aan de verkiezingen huis aan huis verspreiden. Ik ben Danny de Vries van RebaNieuws. En bij ons zijn alle video's te zien vooraf van de lokale partijen en de gemeenteraadsleden. Alles omtrent de lokale verkiezingen. En gezamenlijk bereiden wij het verkiezingsdebat voor, 2 verkiezingsdebatten, op 1 en 8 maart te presenteren door Ellie de Knikker en Henry Stolwijk, dat ben ik. En dat wordt uitgezonden op BR6 en via de andere kanalen zal dat ook te zien zijn. BR6, omdat we lokaal betrokken zijn, nu en in de toekomst.